Welkom bij H&S Landschapsarchitecten op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. We staan hier in onze bibliotheek bij de plankaart van de Westerkonsluitingsweg. Mijn naam is Frank Talsma, ik ben landschapsarchitect. Voor de Westerkonsluitingsweg hebben we gekeken naar een manier om de weg mooi in zijn omgeving neer te leggen. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de directe omgeving. De Westerkonsluitingsweg ligt op de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug met zijn bosrijke karakter, de bossen en de heidevelden. En dus dat bosrijke karakter, dat hebben we heel nadrukkelijk mee willen nemen in het ontwerp en is steeds het uitgangspunt geweest. De opdracht van de gemeente geeft ons de vrijheid om verder te kijken dan de weg met zijn bermen alleen. En juist deze brede kijk, de integrale blik op de opgave, dat stelt ons in staat om een goed ontwerp te maken en daardoor krijg je ook een betere inpassing. Dat wil ik eigenlijk illustreren met een viertal plekken waar we straks ook buiten zullen kijken. De eerste locatie dat is hier op het hoekpunt bij de Dam Fokkermanlaan tegenover het Onze Lieve Vrouwe Ter Eem, waar de Westerkonsluitingsweg afbuigt van het huidige tracé wat door de woonwijk gaat. En de tweede locatie is bij de entreegebied van de dierentuin. En de dierentuin ligt hier in het bos en hier komt de verdiepte ligging eigenlijk weer boven op het terrein van de dierentuin. De derde locatie waar we gaan kijken, dat is op het huidige tracé van de BW-laan Noord, tracé langs bos Birkhoven. En de vierde plek waar we gaan kijken, dat is bij de toegang van het bosbad en de hockeyvelden. Goed, we staan hier op de kruising van de Dam Fokkermalaan en de Frederiklaan. De weg gaat in de huidige situatie nog rechtdoor, door de wijk heen en zorgt voor een barrière en voor veel overlast. In de nieuwe situatie gaat de weg achter mij al zakken. Gaat over het terrein van Onze Lieve Vrouwe Ter Eem, langs de Alette Jacobslaan richting het spoor. Door de verdiepte ligging is er minder overlast qua geluid en is er minder barrière. Bijvoorbeeld de Frederiklaan die kan gestrekt doorlopen en maakt een rechte verbinding met het Onze Lieve Vrouwe Ter Eem terrein, zoals dat eigenlijk in de historische situatie ook was. De huidige Dam Fokkermalaan die kan een totaal andere inrichting krijgen. Er is minder verharding nodig, minder asfalt, dus er kan weer meer groen in het profiel terugkomen. De verdiepte ligging zelf die krijgt ook een groene uitstraling. Doordat daar groene middenbermen en zijbermen zijn, is ook nodig voor de verkeersveiligheid vanwege de bochten die in de weg zitten. Ook de tunnelwanden worden ingeplant met verschillende soorten klimplanten. En de eventuele geluidsschermen die dan nog nodig zijn, die staan op enige afstand, zodat er plek is voor bomen en struiken. En dat draagt allemaal weer bij aan de groene uitstraling en de bosfeer die we hier nastreven. We staan hier op de tweede plek langs de route waar we wouden gaan kijken. In het huidige profiel is door de vele uitbreidingen van de verharding staan er al geen bomen meer. Er zijn er geen groene bermen bijna meer. Dus dat bosrijke karakter, dat gevoel, dat is hier in de huidige situatie al grotendeels verdwenen. En met de nieuwe situatie, de aanleg van de nieuwe Westerkonsluitingsweg, willen we juist wel weer brede bermen toe gaan passen, zodat we daar bomen kunnen planten en dat groene karakter, die groene uitstraling, weer voor de toekomst terug kan komen. De Westelijke Ontsluitingsweg gaat over een deel van het huidige parkeerterrein van het dierenpark. En daar zijn dus de nodige aanpassingen voor nodig. Ook de entree van het dierenpark en de verkeersafwikkeling moeten in het ontwerp meegenomen worden. De aankomst van auto's, bussen, fietsers en voetgangers is nu chaotisch en zorgt voor onveilige situaties. In de herinrichting is dit verbeterd en allemaal meegenomen. In het plan is het hele voorterrein heringericht, zodat er een overzichtelijke verkeerssituatie is met logische verkeersstromen. We staan hier op de derde plek langs het tracé. We staan hier op een plek waar je nog echt goed dat boskarakter en die sfeer die we nastreven voor de hele Westerkonsluitingsweg, die kun je hier nog voelen. En dat zie je door de grote bomen die in de berm staan en die zelfs over de weg heen springen. Zodat je echt dat gevoel krijgt van dat het bos doorloopt aan beide zijden van de weg. Deze plek blijft de weg ongeveer op dezelfde plek liggen, maar schuift wel iets op richting het bos. De huidige situatie voldoet namelijk niet. De uitritten van de woningen en bedrijven langs deze weg mogen vanuit verkeersveiligheid in de nieuwe situatie niet direct aangesloten zijn op de Westelijke Ontsluitingsweg.
Er komt dus een parallelweg die extra ruimte vraagt in het profiel. Als we dan niet opschuiven richting bos, ontstaat er een aaneenschakeling van asfalt. En op sommige plekken heb je het dan echt over 17 meter breed aaneengesloten verharding. Dat zou een ernstige verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit zijn. Het bosgevoel, de bomen die over de weg heen springen, dat ben je dan echt kwijt. Door het voorstel om de weg enkele meters op te schuiven richting het bos, ontstaat er een tussenberm van 6 meter breed. Daarin kunnen weer nieuwe bomen en boomgroepen geplant worden, zodat je voor de toekomst het beeld wat we in de huidige situatie zo waarderen, weer terug kunt laten komen. Dat draagt ook bij aan een ecologische verbinding over de weg heen. De eekhoorns kunnen dan bijvoorbeeld via de boomkronen weer oversteken. Op dit moment vraagt het wel om een offer. Er moeten extra bomen voor gekapt worden. En voor de korte termijn dus pijnlijk, maar voor de langere termijn iets wat je moet doen om een goede ruimtelijke inpassing te krijgen. Wat op deze plek verder bijzonder is, is dat de bomenexperts uitgebreid gekeken hebben naar de kwaliteit en de toekomstwaarde van de bomen. En dat heeft als input gediend voor het ontwerpen van het fietspad. Het fietspad is dus letterlijk om bepaalde bomen en om bepaalde boomgroepen heen gelegd. We staan hier op de vierde plek langs de route die ik wil laten zien, omdat deze plek heel goed duidelijk maakt wat het op kan leveren. Als je de opgave breder bekijkt dan alleen maar de opgave van de weg zelf en de inpassing van de weg zelf. We staan hier bij de toegang naar de hockeyvelden en het bosbad en het parkeerterrein wat daarbij hoort. Met het ontwerp van de Westerkontsluitingsweg raken we een deel van deze parkeerterreinen. Dat hadden we eenvoudigweg kunnen compenseren door er aan de andere kant een paar bij te maken. Dat hebben we niet gedaan. We hebben deze opgave breed bekeken. Dus in samenhang met het nieuwe hockeyveld wat er zou moeten komen. En de parkeerproblematiek en de drukte die dat op zaterdagochtend en op zondagochtend vooral oplevert. Dus er komt één nieuw georganiseerd parkeerterrein met een logische nieuwe toegang. En daarmee hebben we het oude parkeerveld wat in het bos lag, maar ook het parkeerveld wat op het grondgebied van het Utrechtse landschap lag. Die ruimen we op en die plekken komen eigenlijk weer beschikbaar om daar bos aan te planten. Zodat dat ook gaat functioneren als ecologische verbindingszone. Die verbinding die loopt vanaf hier het bosgebied van Birkhoven naar het gebied hierachter, het buitengebied, richting de Eem. En het is een hele belangrijke ecologische verbinding waar we dan met dit plan invulling aan hebben gegeven.